En dat roept de vraag op waarom alle voorstellen van Forum voor Democratie voor een betrouwbaar onderzoek dat niet beperkt is tot een bepaalde tijd en met duidelijke criteria en waarborgen voor onafhankelijkheid, dat al die moties worden verworpen en dat vervolgens een slappe motie van ontzicht die zich beperkt tot de oversterfte tot en met november 2021 zonder duidelijke randvoorwaarden, die wordt dan unaniem aangenomen. Waarschijnlijk omdat u wel wilt kunnen zeggen dat de oversterfte wordt onderzocht en wilt doen alsof u dat heel serieus neemt, maar vooral niet wil dat ook daadwerkelijk de waarheid boven tafel komt over het verband tussen injecties en de oversterfte. Daar zit u natuurlijk helemaal niet op te wachten, want u heeft allemaal, ook de PVV, ook BBB, ook NSC, de vaccinaties omarmd, gepromoot, en u wil natuurlijk niet dat aan het licht komt dat de zorgen van FVD over de veiligheid en effectiviteit volledig terecht waren. Ik rond af, meneer de voorzitter. Nog 3 seconden. Dat u uw eigen belang, de reputatie van uw partij en andere schimmige belangen belangrijker vindt dan de waarheid en het algemeen belang, dat baart mij even grote zorgen als de oversterfte zelf. En de moedwillige manipulatie van de feiten en het laffe wegkijken belooft weinig goeds voor de toekomst. Dank u wel. Als u zegt als spreker, dan heeft u tegen de Kamervoorzitter, hè? Spreekt u tegen mij, dus dat is een beetje raar. Het was mede aan u gericht, meneer de voorzitter. Oké. Mevrouw Agema. Dank u wel, voorzitter. Oversterfte als gevolg van vaccinatieschade is denkbaar. Dus ik heb niets anders ook net ingebracht. Nou ja, voorzitter, mevrouw Agema die heeft, als ik het goed heb begrepen, juist opgemerkt dat vaccinaties hebben gezorgd voor ondersterfte. U heeft daarna wel gevraagd om wat meer duidelijkheid over mevrouw de Agema heeft bijwerkingen. Gevraagd. Mevrouw Agema. Maar ik heb mevrouw Agema niet gehoord over de overduidelijke correlatie tussen die injecties en die massale oversterfte. Want we zien het keer op keer, nadat mevrouw Agema hier de blaren op haar tong aan het pleiten was om vooral meer te injecteren, zagen we kort na die prikrondes dat die oversterfte weer ernstig toenam. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb helemaal nooit voor meer. Ik heb altijd gepleit voor een eigen keuze. We leven in een vrij land, godzijdank. En ze mogen zelf kiezen. Maar vaccinatieschade is denkbaar en daarom heb ik daar ook weer vragen over gesteld. Maar we weten ook allemaal dat de coronastrategie in precies dezelfde periode leidde tot een opschaling van coronazorg in de ziekenhuizen en het tegelijkertijd afschalen van reguliere ziekenhuiszorg. En het verloren gaan van 460.000 gezonde levensjaren. Er is 10% ziekenhuiszorg niet doorgegaan in 2020. Dat kan toch ook tot oversterfte hebben geleid? Ja, allereerst mevrouw Agema heeft gelijk als ze zegt dat de PVV inderdaad wel tegen dwang heeft gestemd en altijd ingezet op basis van vrijwilligheid. Maar dat neemt niet weg dat mevrouw Agema zich een warm voorstander heeft getoond van de vaccinaties. En alle moties die erop gericht waren om meer te vaccineren, dat meer toegankelijk te maken, zijn allemaal door de PVV gesteund. En natuurlijk, er zijn meerdere mogelijke oorzaken te verzinnen van oversterfte. Ik heb duidelijk gezegd dat er op dit moment nog geen causaal verband onomstotelijk kan worden vastgesteld, omdat dat niet wordt onderzocht. En als we kijken naar die andere mogelijke oorzaken, uitgestelde ziekenhuiszorg, noem het maar op wat mevrouw Agema heeft, dan verklaart dat niet die correlatie tussen de injecties en de oversterfte. Want dan, dat zou niet verklaren dat kort na al die prikrondes opnieuw die oversterfte weer explosief toeneemt. Ja, mevrouw Van der Plas. Ja, dank u wel. Ik was even benieuwd waar de heer Vermeijeren mij en de PVV nou precies van beschuldigt. Want ik hoorde zeggen promotie en van vaccinaties en zo. Maar wat is precies de beschuldiging? Wat hebben wij veroorzaakt met z'n tweeën? Nou, zowel, ik heb ook NSC genoemd, maar dat waren 3 voorbeelden. Het is eigenlijk de gehele Kamer, uitgezonderd Forum voor Democratie, heeft zich altijd voorstander getoond van het massale vaccineren van de gehele bevolking. Ook mevrouw Van der Plas heeft nooit kritische vragen gesteld over de veiligheid en effectiviteit van de vaccins toen al die prikrondes plaatsvonden.
Hetzelfde gaat eigenlijk als met de PVV. Ook mevrouw Van der Plas inderdaad had wel kritiek op de QR-code. Had wel kritiek op dwangmaatregelen en bepaalde andere vormen van druk uitoefenen. Maar het massale vaccineren van de bevolking al zodanig, daar heeft alleen Forum voor Democratie zich tegen verzet. Wij hebben altijd gewaarschuwd voor die experimentele fase. Wij hebben altijd benadrukt dat het een gentherapie is. En mevrouw Van der Plas bleef altijd muisstil en heeft zich gewoon warm voorstander getoond van het massaal vaccineren van de bevolking. Zij het vrijwillig, maar dat maakt het niet minder schadelijk voor de mensen die wellicht vrijwillig een vaccin genomen hebben, hoewel dat in dit geval natuurlijk niet echt vrijwillig was en nu in het ziekenhuis liggen of zijn overleden. Afrondend. Ja, waarom voorstander? Dat is een groot woord. Wij hebben inderdaad altijd gezegd mensen die dat vrijwillig willen. Er waren bijvoorbeeld kinderen met zware aandoeningen die als zij in aanraking kwamen, bijvoorbeeld met iemand die een COVID-besmetting had, wat voor die kinderen gewoon ernstige gevolgen zou hebben. En natuurlijk, die ouders, die ga ik niet tegenhouden om een vaccinatie te halen. Als zij zeggen, mijn kind kan daardoor functioneren in de maatschappij en die kan weer een keertje mee, hè, met de opvang een keer naar een dierentuin of weet ik veel wat. En anders zit mijn kind helemaal opgesloten in deze hele periode, omdat ze totaal niet in aanraking mag komen met die besmetting. Wie ben ik dan om te zeggen van dat mag je niet doen? Dat is iets heel anders dan te zeggen dat wij massaal warm voorstander waren van het massale injecteren van de bevolking. Dat is iets heel anders. Maar mijn vraag is nog steeds, want de heer Vermeijeren heeft een grote woorden en vooral lang. Ja, ik ook. Maar goed, doet niet toe. Nou ja. Maar wat is nou precies de beschuldiging? Want daar hoor ik hier nou in, omdat wij hebben voorgestemd voor als zich vrijwillig wilde laten vaccineren. Zijn wij dan schuldig aan vaccinatiedoden? Of wat is nou precies de beschuldiging? Nou ja, ik val mogelijk in herhaling, maar ik heb even een aantal voorbeelden opgezocht. Mevrouw Van der Plas die heeft een motie van 3 juni 2021 van mevrouw Den Haan gesteund, waarin werd opgeroepen om het belang van de tweede vaccinatie verder te benadrukken en om die vaccinatieronde verder te intensiveren. En ik vind het eigenlijk heel kwalijk dat kinderen met een kwetsbare gezondheid onder sociale druk stonden dat ze niet naar de dierentuin mochten als ze niet gevaccineerd worden, als ze niet gevaccineerd zouden zijn. En Forum voor Democratie heeft gezegd, laten we nou juist mensen met een kwetsbare gezondheid beschermen tegen deze mogelijk zeer gevaarlijke injecties waarvan de veiligheid en effectiviteit simpelweg niet waren aangetoond. Voorzitter, het gaat helemaal niet om of wij vonden dat een kind naar de dierentuin moest kunnen of met de klas ergens naartoe moest kunnen. Het zijn die ouders geweest. Die hebben gezegd, mijn kind kan gewoon geen besmetting opleveren. Mijn kind kan doodgaan door een besmetting. En als de heer Vermeijeren misschien iets meer energie had gestoken om met die ouders te praten en de reden te zoeken waarom wij dan bijvoorbeeld voor zo'n motie stemmen of het belang voor kwetsbare groepen, dan had hij hier niet gestaan om ons toch indirect een beetje te beschuldigen van vaccinatiedoden. Van mij hoeft het kind niet naar de dierentuin. Die ouders, en ik noem het gewoon als voorbeeld, de dierentuin, maar het kan ook naar opa en oma zijn. Het kan gewoon een normaal sociaal leven zijn, dat een kind gewoon een normaal sociaal leven heeft en niet thuis opgesloten hoeft te worden, omdat hij nergens naartoe kan, omdat er geen vaccinatie dan in de ideale wereld van de heer Vermeijeren gegeven zou worden. En die ouders hebben ons hier gevraagd van jongens, alsjeblieft, mijn kind die kan dit gewoon niet. Ja. En dat staat helemaal los van alle, want wij hebben heel veel kritiek gehad op het COVID-beleid, heel veel kritiek. Maar dat kan je toch niet zeggen dat je dan hebt veroorzaakt dat er massaal mensen dood gegaan zijn aan een vaccinatie? Ja. Dat is gewoon te zot voor woorden. Kort antwoord. Nou ja, voorzitter, in plaats van dat mevrouw Van der Plas hier aan het pleiten was om dan vooral mensen te gaan injecteren, want die motie die zag niet alleen op kwetsbare mensen, maar je had ook voor de motie kunnen stemmen om alle coronamaatregelen per direct af te schaffen. En daar heeft mevrouw Van der Plas tegen gestemd. En daar zit het probleem. Misschien had mevrouw Van der Plas zich iets meer moeten verdiepen in mensen die werden uitgesloten van het sociaal-maatschappelijk leven omdat ze nergens meer naartoe mochten zonder QR-code. Misschien had u wat meer ouders moeten spreken die met de tranen in hun ogen onder druk gezet werden omdat ze hun kinderen buiten in de kou moesten afdrogen na een zwemles, dan dat u misschien die coronamaatregelen willen afschaffen samen met Forum voor Democratie, in plaats van hier
die vaccins zitten gaan promoten om de samenleving weer open te kunnen gooien. Voorzitter, wij hebben voor heel veel moties gestemd die het mogelijk zouden maken om voor mensen om weer deel te nemen aan de maatschappij. We hebben heel veel moties. Dus de heer Vermeijer kan selectief moties toveren. Een afweging is alle coronamaatregelen. En in sommige gevallen was dat gewoon misschien niet handig, hè, met de wetenschap van dat moment. Alle, het woordje alle. Wij hebben voor specifieke moties nog gestemd, hè, om bijvoorbeeld in sportscholen terecht te kunnen. Ja. Om de kappers weer open te doen. Dus meneer Vermeijeren moet hier niet allemaal fabeltjes gaan verkondigen. Want het is gewoon pertinent niet waar. Het is gewoon pertinent niet waar. Alles wat ik zeg, mevrouw Van der Plas, is feitelijk juist. Die heeft tegen een motie gestemd om de coronamaatregelen, de vrijheidsbeperkende coronamaatregelen af te schaffen. Een motie van, 20 januari 2022. U heeft tegen een motie gestemd van 16 februari 2022 om die afschuwelijke mondkapjesplicht af te schaffen. U vond het prima dat iedereen zich gemelkorf moest begeven in de samenleving. Mevrouw Van der Plas, u bent de grootst mogelijke schijnoppositie geweest toen Nederland werd onderworpen aan een schrikbewind. Nou, ik kan me ook nog een mondkapjesmotie herinneren, hoor, van Forum, waar ze voor hebben gestemd. Kan ik me ook nog herinneren. Kunt u zich herinneren? Kan niet, voorzitter. Kan de heer Vermeijeren zich die herinneren? Dus u moet niet alles hier allemaal op één hoop gooien. De COVID-periode was een periode van allemaal verschillende dingen die er gebeurden en met de wetenschap van toen. En ik kan in al mijn eerlijkheid zeggen dat ik hier heel erg veel kritiek heb gehad op het coronabeleid. Echt heel veel kritiek. En de heer Vermeijeren, ja, nogmaals, die staat hier gewoon fabels te verkondigen. En die zet zijn achterban, en dat vind ik nog kwalijker, maar goed, ik ga ervan uit dat de achterban volwassen genoeg is om zelf na te denken. Die zet zijn achterban gewoon compleet op het verkeerde spoor. Die staat hier gewoon eigenlijk een beetje te zeggen dat wij allemaal corrupt zijn, dat wij schimmig zijn, dat wij mensen allemaal dood willen hebben, hè, en dat het allemaal hier allemaal in het geheim is. Dat is gewoon totaal niet waar. En in de wetenschap achteraf, hè, met wat je nu weet, zou je misschien sommige dingen anders doen. Hè? Dat weten we niet, want straks komt er misschien een virus en dan, hè, pas dan kun je dat bepalen. Maar ik vind het heel kwalijk, voorzitter, hoor, wat de heer Vermeijer hier doet. Korte reactie. Ja, Forum voor Democratie heeft in de eerste 3 weken van het coronavirus ervoor gepleit om een pas op de plaats te maken, omdat er nog heel weinig bekend werd. Daarna werd heel gauw bekend dat we hier te maken hebben met een verkoudheidsvirus dat helemaal niet zo gevaarlijk was als in eerste instantie werd beweerd. De feiten en cijfers lagen allemaal op tafel. En ik vind het een vals verwijt dat mevrouw Van der Plas mij toewijdt dat ik zou hebben gezegd dat zij mensen dood zou willen hebben. Okay. Heb ik niet gezegd. Ik heb geconstateerd dat u gestemd heeft. Of dat doelbewust of opzettelijk was, kan ik niet beoordelen. Ik kan niet in uw hoofd kijken. Het was in ieder geval op zijn allerminst naïef. Afrondend, kort. Ik wil voor de handelingen geregistreerd hebben dat het Forum voor Democratie was die in maart 2020 als een van de eerste partijen heeft opgeroepen tot een lockdown. Dat heb ik zojuist erkend. Dat was inderdaad in de eerste 3 weken. En als u goed heeft opgelet, dat wil ik dan ook graag aan de handelingen laten toevoegen, is toen gepleit voor een lockdown van ten hoogste 3 weken om meer informatie te krijgen over de aard en ernst van het virus. En toen die informatie bekend was, hebben wij direct onze overwegingen gemaakt en altijd gepleit voor afschaffing van alle vrijheidsbeperkende maatregelen. Ja. Mevrouw Thielen. Dank u wel, voorzitter. Ik ben vooral heel benieuwd naar hoe meneer Van Meijeren, als hij dit debat voorbereidt en ook vanavond weer thuis zeg maar, in de spiegel kijkt en met al zijn intelligentie en feitelijkheden op een rijtje, een verhaal vertelt over eigenlijk de directe link tussen oversterfte en vaccinatieschade, terwijl het toch feitelijk juist is dat de oversterfte lang voordat er überhaupt vaccinaties waren, laat staan een vaccinatiebeleid, al aan de hand was. Ja, voorzitter, als mevrouw Thiele had opgelet, dan had ze kunnen horen dat ik heb benadrukt dat inderdaad in de jaren 20 en 21 nog gezegd kan worden dat die oversterfte veroorzaakt werd door het verkoudheidsvirus. Zoals we na iedere uitbraak van een griepepidemie of een verkoudheidsvirus zien dat er wat oversterfte is. Daar is niets uitzonderlijks aan. De uitzonderlijkheid zit erin dat nadat die virusuitbraak voorbij was, dat we niet te maken hebben gekregen met een ondersterfte, maar dat die oversterfte plaats bleef vinden, continu met een directe link met het vaccinatiebeleid. Ik schors tot 5:30 en dan gaan we luisteren naar de minister. Dat zijn de vragen die ik heb gekregen. Ik heb van Forum geen vragen gehoord. Alleen maar een betoog wat zo ongelooflijk veel wantrouwen
uitstraalt naar wat wij hier allemaal gedaan hebben en doen. Dat ik me niet geroepen voel om daar serieus op in te gaan. Meneer Van Meijeren, ik dacht dat jullie tegen elkaar gingen botsen. Maar... Ja, graag zou ik de minister er even op willen wijzen dat ik niet ben verkozen om de regering te vertrouwen, maar om de regering te controleren. En dat is wat ik hier doe. Dat is een hele terechte opmerking. Natuurlijk moet de regering gecontroleerd worden, maar dan wel op basis van feiten en vertrouwen in de wetenschap waar we hier mee werken. Prima. Afrondend, dan gaan we naar de tweede termijn. De heer Van Meijeren nogmaals. De minister gaf aan dat de regering gecontroleerd moet worden op basis van feiten. Ik heb heel veel feiten benoemd in mijn betoog. Kan de minister een feit noemen waar ze het niet mee eens is? Want dan kunnen we daar misschien een inhoudelijk debat over voeren in plaats van hier trucjes uit te halen met elkaar. Als er trucjes uitgehaald worden, dan gebeurt dat door Forum voor Democratie. Er zat zoveel onzin in dat betoog dat ik daar... Het komt niet eens in me op om daar serieus op te reageren. Ga ik ook niet doen. Ik vind het geen serieus debat wat u voert. Afrondend kort. Ja, voorzitter, ik vind het een schoffering van de Kamer dat de minister weigert in te gaan op de feiten die benoemd zijn door een gekozen volksvertegenwoordiger. En daarmee schoffeert ze niet alleen de Kamer, maar ook alle mensen die op Forum voor Democratie gestemd hebben, die ook deze zorgen hebben en heel graag een reactie van de minister zouden willen hebben. Plus, ik vind het levensgevaarlijk dat de minister hier een gekozen volksvertegenwoordiger verdacht aan het maken is. En een volksvertegenwoordiger die gewoon corruptie en mogelijke zorgen ter sprake wil brengen, hier op deze manier schoffeert. Tot zover de eerste termijn. Dank u wel, meneer de voorzitter. Sinds het begin van de injectierondes hebben we niet alleen te maken met extreem hoge sterftecijfers, maar ook met historisch lage geboortecijfers. In de jaren 2022 en 2023 waren de geboortecijfers zelfs lager dan ooit sinds het begin van de metingen in 1995. Een officiële verklaring hiervoor is nog niet gegeven, maar we kunnen in ieder geval constateren dat uit diverse wetenschappelijke studies blijkt dat bij mannen die geprikt worden het aantal zaadcellen afneemt, dat vrouwen last krijgen van menstruatiestoornissen, dat die mRNA zich door het hele lichaam verspreidt, onder andere tot in de geslachtsorganen. En een duidelijke verklaring voor die herstel voor die ondergeboorte is nog niet gegeven. En daarom de volgende motie. Ik ga snel praten. De Kamer gehoort de beraadslaging, roept de regering op een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de oorzaken van de lage geboortecijfers. En daaraan voorafgaand een onderzoeksvoorstel ter goedkeuring aan de Kamer voor te leggen en gaat over tot de orde van de dag. Motie 10. De heer Van Meijeren heeft ons reeds verlaten, maar misschien dat u toch een oordeel kunt geven. Ja, dat gaat over het onderzoek naar geboortegegevens. De Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050 heeft hier al uitgebreid onderzoek naar gedaan. Zeg ik even tegen Forum voor Democratie die al vertrokken is. Dus kennelijk niet zo geïnteresseerd in het antwoord. Maar hij is ontraden. Dank u wel.